Wij zijn zo fanatiek. Dat is niet normaal. Daarom zeg ik al, wij dinsdag voetballen wij echt met een klein groepje. Wij noemen ons de fanatici. Ja, dit is echt niet normaal. Ja, dit is oude zakken. maar dan voetballen we gewoon. Maar dan gaan we er tegenaan. En dan moeten we donderdag moeten we ons weer inhouden. Maar dat lukt. En dan merk je gewoon de oudere mensen. En dan worden we, hé, die bal was wel uit. Hé, die bal was niet uit. Hé, die bal was wel uit. En dan word je ouder. En we worden vaak chagrijniger, hè. Oudjes worden chagrijniger. Die kunnen daar niet zo goed mee tegen. Maar goed, dat is allemaal. Het zit er allemaal in. Ja, dat willen we gewoon. Ja, 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 ja. Absoluut, absoluut. Ik ben Dick van Kessel. Ik ben geboren 1953. Ik ben dus 69 jaar. Ik ben eigenlijk een randstedeling. Ik ben geboren in Blokker. Naarmate ik groter werd en zo en ouder ben ik gaan studeren, ben ik in Amsterdam beland. En daar heb ik eigenlijk wel heel lang gewoond, Amsterdam. Ik ben dus in 2001 ben ik hier komen wonen. En ik blijf hier ook wonen. Ik zeg, ik ga hier absoluut niet weg. Ik heb het hier recht naar mijn zin. Ik ben Simon Schippers. Ik ben 73 jaar. Ik woon in Schoonoord samen met mijn vrouw, Vrouwtje. Mijn dochter Tessa woont een eindje verderop. Mijn kleinzoon Thijs en mijn kleindochter René. Nou, ik doe eigenlijk op dit moment niet zoveel meer. Ik, met pensioen natuurlijk, 73. Er zijn er niet veel die nog werken. Ik doe af en toe wel een klusje ergens. Mijn naam is Henry de Leeuw. Ik woon hier in Emmen en ik ben 71 jaar. Ik ben geboren in Indonesië, precies te zijn plaats Manado op het eiland Sulawesi. Vroeger heette het Celebes. Ik heb twee kinderen, twee kleinkinderen, maar die zijn natuurlijk al lang de deur uit en we zijn nog met z'n tweeën thuis. Dus met z'n tweeën en een hond. Ik ben gepensioneerd en ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. Tenminste, dat is de bedoeling. Het is voor ouderen een prima manier om te bewegen. Kameraadschap, sociale contacten. En met alles eromheen, die buitenlandse reizen en de toernooitjes, maakt het een heel leuk gebeuren. Leuk om te doen. Dus een aanrader voor iedereen die boven de 55 is. Ook vrouwen trouwens. Ja! We hebben in Lissabon en ook op Mallorca vrouwenteams gezien en gemengde teams. Ook ouderen. Nou ja, bij de jeugd is het natuurlijk heel normaal dat het gebeurt, maar kijk, dat is toch hartstikke leuk dat je dat op ouder leeftijd ook nog ziet, hè? Dus mannen en vrouwen door elkaar. Ja, geweldig. Nou, het leukste vind ik dat je het doet met leeftijdsgenoten. Ze zijn allemaal ongeveer even oud, dat is leuk. We zijn allemaal oud voetballers en we hebben een nare karaktereigenschap. We willen altijd winnen. Dus het is ook fanatiek. Niet willen verliezen. En in het veld gaat het wel eens stevig. Maar als we de derde helft in de kantine zitten, dan is het over. Wordt er nog wel eens eventjes wat steken onder water gegeven, maar daar blijft dat dan ook bij. En dat maakt de sfeer ook, het is sportief, maar het is niet vrijblijvend. Het gaat wel ergens om. Ja,
Het is hier wel. Doen we onderling nog een duikje? Hallo, ja, ik ben van oorsprong, zeg maar, analist in de medische histopathologie. En daar heb ik eigenlijk voornamelijk in laboratoria gewerkt. Laat ik het daar maar op houden. Daarna ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven, ja, daar ben ik eigenlijk het hele land doorgegaan. Tot eigenlijk, ja, waar je ook maar zijn kan. Ik heb vaak in Amerika gezeten. En dat is eigenlijk het hele verhaal. In 2012 ben ik wat ziek geweest. Ik werkte toen nog wel in het bedrijfsleven. Ben ik goed ziek geweest. En daarna heb ik eigenlijk gedacht van, ja jongens, nog een paar jaar volgehouden. Ik stop ermee. En ik vind het wel prima zo. Ja. Ik ben wel ziek geweest en dat heeft mij wel even... Het is allemaal weer in orde, er is niks aan de hand meer, gelukkig. Maar ik heb de dood wel ja, van dichtbij mogen aanschouwen, laat ik het zo zeggen. We zijn eigenlijk, toen ik uit het ziekenhuis kwam... Toen heb ik de draad weer opgepakt en ik ben redelijk snel weer naar dat werk gegaan. Ik ben weer onder de mensen ja, gemengd, zeg maar. En, ja, ik kreeg nog wel wat terugslagen na al die jaren. En toen heb ik gezegd van ja jongens, wil ik dit nog wel? En, het leven is belangrijk, het werk is niet het belangrijkste. Ik kon het ook doen, dus... En op een gegeven moment heb ik gezegd, een paar jaar voordat ik eigenlijk uiteindelijk met mijn pensioen zou gaan, heb ik gezien, jongens, ik stop er iets eerder mee. En dat heb ik gedaan. De toekomst is die, ja, gewoon zoals, ik, zoals we hier zitten, zeg maar. Ik heb het gevoel dat ik nog gewoon jong ben. Zeg maar, en dat ik nog alles aan kan. Maar dat heb ik al eerder gezegd. De geest denkt dat je alles nog kan, het lichaam wil niet altijd meer. Maar ik probeer me heel actief te houden. Ik heb gelukkig een vrouw die nog actiever is, vele malen actiever is als ik ben. Die wandelt enorm veel, dus die sleept me af en toe mee met dat wandelen. Maar voor de rest, ja, ik ga dan toch weer voetballen. En dan is dat dinsdag weer voetballen en dan donderdag weer voetballen. En ja, ik moet dan wel, moet wel aan de gang, zeg maar. Ik kan niet de hele dag stilzitten. Door de morgen voetbal is een tempo gespeeld waar eigenlijk bij je leeftijd past. Je hoeft niet te sprinten of zo, of te koppen. Dus, het is, ja, past gewoon bij je leeftijd. Ja. En waarom kan u nu niet meedoen? Omdat ik de afgelopen dinsdag tijdens de training is mij hier in de hamstring ja, spier is gescheurd of wat precies, dat weet ik nog niet, maar ik moet morgen naar de fysiotherapeut. Ja. Dus die zal me wel uitsluitsel geven van hoe toe de stand van zaken is en wat ik wel en wat ik niet mag doen. Ja. Ja, mooi dat u komt kijken wel bij de training. Ja, maar we hebben straks nog stamppot, hè? Stamppot maaltijden. Ja, okay. Dus daar kom ik dan naar voren. Het was van oorsprong een beweegprogramma voor ouderen. Hè? Om ouderen in beweging te krijgen. Nou, daar ben ik een groot voorstander van. Het tweede is de uitbreiding of het opdoen van sociale contacten. Nou, dat doe je daar. Daarom is het heel belangrijk.
hoort er echt bij. Ja. Ja. Met een drankje en een hapje. Slappe hoeren. Zoals dat vroeger deden in de voetbalkantine. Ja? Toen we nog 20 waren. Heel veel jaren geleden. Nou, ik zie het wel. Ik zie wel dat er onderling steun gegeven wordt aan mensen, personen bij ons in het team, zeg maar, die qua gezondheid een beetje in de kreukel zitten. Dan zijn we er wel. En ik denk dat dat wel helpt. Dus even vragen hoe het met je gaat, een bloemetje sturen. En gewoon, het tonen van belangstelling is al heel belangrijk. En we zitten natuurlijk in een leeftijdscategorie dat dit soort zaken steeds vaker voorbij komen. Hè? Ziekte, zware blessures of langdurige blessures. Nou, dan heb je dat kleine beetje steun van anderen, heb je, ja, dat is wel welkom, denk ik. Lopen, niet storm. Nou ja, hard lopen, mag niet, hè. Dus. Toen ging ik zei, ik wil nooit weer voor Ericsson werken. Toen ging ik naar Ericsson, mobiel. Hij zit in ieder geval gekruist. Nou, het ging eigenlijk, ik had het benauwd en strak op de borst. En ik reed met mijn busje bij Nijkerk. En toen dacht ik van, nou, dat is niet goed. Dus toen belde ik hier naar de huisarts. Die zei van, nou, kom maar terug. En kom dan direct maar naar de huisartsenpost. En toen kwam ik daar en toen, nou ja, ICG, ambulance, naar Emmen. En toen deden ze een katheterisatie. En toen bleek dat ik wel een vernauwing had, maar dat mijn hartklep verkalkt was. Dus dat was even weer iets anders. Ze hebben er een stand in gedaan en nou ja, een paar weken later ben ik geopereerd aan een openbare operatie met de klep. Ik bedoel, ik had verder geen last dat je zegt van je kunt dit niet of je kunt dat niet. Maar je moest het gewoon even weer opbouwen. Ja, bij het ziekenhuis had je cardio. Het ging gewoon weer langzaam omhoog. En dan ben ik ook weer gaan voetballen. Maar in 2012 ben ik geopereerd. En in 2017. En toen voetbalde ik bij HZVV. Bij Old Stars. En toen ben ik gewoon weer doorgaan voetballen. Ik ben ook weer na een week weer thuis. En na 2 maanden ben ik weer begonnen te voetballen. Ik ben zelf wel hersteld, zeg maar. Ik heb wel veel gewandeld in die tijd en zo. Mijn vrouw die hielp mij er ook bij, want die spoorde mij wel wat aan. Het was niet altijd dat ik dacht van, en nou ga ik. Dan zei ze van, je wordt ook weer tijd, niet? Ja. Nou, veel plezier, hè? Ja, kom goed. Mijn naam is John Doek en ik ben de trainer van deze selectie. Dus, mooi. En waar ik met heel veel plezier doe. En dat is dus mijn rol. Leuk. Ja. En wat vind je het mooist van Wolking Voetbal en van deze ploeg? Nou, dat je elke donderdag met die gasten samen bent. En je ziet het zelf, het voetballen vinden ze het prettigst. Nou ja, ik heb zelf al die gevoetbald. Zodoende ben ik er een beetje ingerold. 5, 6 jaar geleden hebben ze mij gevraagd als trainer. Nou, en dat doe ik met heel veel plezier. En, omdat ik zelf ook. Nou ja, ik ben misschien wel de jongste van het stel. Dus, en ik ken ook een hele hoop ervan. Dus dat is het mooiste van
Tenminste, wat mijn rol is in deze. Ja, natuurlijk, er zijn al een aantal mensen zijn er overleden. En dat is gewoon heel pijnlijk. Dat je gewoon, wat ik misschien net ook al aangaf, je ziet gewoon wat er in een tijdbestek van 2 jaar kan gebeuren. Met mensen die op een bepaalde leeftijd zijn, ook motoriek. En ja, dat gaat met de gezondheid gaat het dan zo snel achteruit. Dat is gewoon heel erg jammer. En er zijn er al voor mij al 2, 3 die zijn er overleden. En dat is gewoon heel droevig. En dat merk je ook aan deze jongens ook, als ze er niet meer zijn. En dat is gewoon hartstikke jammer. Dan mis je ze echt. Ja, zeker. Ja. En hoe zijn jullie daarmee omgegaan als team? We zijn bij de... Ze hebben hier natuurlijk al een minuut stilte gehouden hier op het veld, hier in de cirkel. De begrafenis zijn we aanwezig geweest, bij sommigen dan. Ja. En er waren ook eentje bij, die is voor mij in een klein gezelschap, familie hebben ze dat gehouden. Dus het is gewoon heel moeilijk. En ook voor jongens die ze goed kennen, weet je wel. Ja, dat is gewoon jammer dat die er niet meer bij zijn. Ja. Maar ja, goed, dat is het leven, hè? Dus. Ja, maar het is toch wel bijzonder als je dat met elkaar meemaakt, kan me voorstellen. Ja, goed. Dat zeg ik ook van. Je ziet heel. Dat je in een tijdbestek van 2 jaar. Dan is. Van daar lopen ze hier op het veld rond en denken van Jezus, dat die mannen het allemaal nog kunnen. En in 2 jaar zijn ze er niet. Zo snel kan het gaan. En goed. Ik spreek misschien ook een beetje zelf uit ervaring. Dus, ik ben zelf ook ziek geweest. Dus, en dan kun je zien van hoe snel het gaat. En als je ik heb nog een beetje geluk gehad, laat ik het zo stellen. Dus, en hoe heb je de draad weer opgepakt? Gaat gewoon door. Okay. En dan krijg je natuurlijk vanuit het ziekenhuis en de UMCG krijg je natuurlijk goed bericht. Ja, en dan is het allemaal weer positief. Maar die tijd daarvoor, dan leef je gewoon. Hoe moet ik zeggen? Heel doelloos op dat moment als je weet dat er wat aan de hand is. Maar ja, goed, en alle toestanden erom toe. Gelukkig weer herstellende. Ja. Dus, En heeft dat je trainer bent van voetbal hierbij geholpen? Ook, zeker. Zeker. Want hiervoor was ik ook jeugdtrainer bij hem, assistenttrainer. Ja. Dus dat helpt altijd. Als je met die mannen onder elkaar bent of met mijn jonge gasten onder elkaar, dan denk je toch op aan iets anders bij wijze van spreken. Ja. Dan niet aan de malligheid zoals ziekte. Ja. Dus, ja, dat zijn rare dingen en vervelende dingen, maar het overkomt je. Natuurlijk hebben we natuurlijk allemaal tegenslagen in het leven gehad. Maar qua gezondheid, gelukkig niet. Eén keer een zware blessure gehad, mijn Achillespees afgescheurd tijdens een partijtje zaalvoetbal. Maar dat is eigenlijk alles. Langzame frequentie. Gewoon herstellen. En na 3 maanden revalidatie. Gewoon weer het veld in. De dingen accepteren zoals ze zijn. Ik denk dat de beste aanpak is. Toen ik 70 jaar werd, toen dacht ik bij mezelf, hoeveel tijd heb je nog? Hè? Hoeveel goede jaren heb je nog? En hoe voel je dat in? Toen ben ik tot de slotsom gekomen. Ik ga alleen maar leuke dingen doen. Geen stress. En ook dingen voor mezelf. Ik heb vroeger heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Waarbij je toch vaak bezig bent voor een ander. Dus ik heb nu de keuze gemaakt van, ik wil meer tijd voor mezelf. En dat ben ik nu aan het invullen. Met golven, met andere sporten.
Ik heb in het Olympisch Stadion 3 keer gescoord, 2 keer tegen Twente en 1 keer tegen AZ, dus dat vergeet ik niet meer. Maar dat zijn er niet zoveel die kunnen vertellen dat ze in het Olympisch Stadion gescoord hebben. Ah, er was een hele groep. Ik denk dat er een man. Het waren niet de Oldstars alleen die dat deden. Er waren ook andere groepen die meehielpen. Dus heel Emmen was gelijk in rep en roer. Die deden dat gewoon. Ik ben Roel Hollander. Ik ben 79 jaar. En ik ben de oudste van de Oldstars. Ja, je komt mensen tegen die je vroeger op televisie zag, hè? Ja. Dat is ook, Jacques Zwart, Kees Kirst, Hennie Otto, al dat soort